Dan gaan we kijken naar het leven van Jacob. En we hebben nog niet zo vaak gedaan dat we echt een persoon uit de Bijbel is wat meer gaan volgen, uitdiepen. En natuurlijk, als je het over Jacob hebt, dan heb je ook over allerlei mensen in zijn verhaal, in zijn leven rondom Jacob. En een aantal serie dus een aantal keer. En vandaag wil ik met je praten over de God van generaties. En dat zien we heel duidelijk bij Jacob. God is een God van generaties. En dat was heel bemoedigend voor mij. Ik was dit natuurlijk al een tijdje aan het voorbereiden. En gisteren heeft mijn vader mij geappt. En die zei, Ereltje, ik heb een boek gekocht. Alle wat oude boek, tweedehands. En dat gaat over een aantal mensen in onze familie. Vroeger, deze vrouw die schrijft dat haar vader bij de NSB heeft gezeten. Vroeger in de Tweede Wereldoorlog. En dat is dus een soort oud-tante ergens van mij. En dat zij dat heel moeilijk mee heeft gehad na de oorlog. En dat ze tot bekering is gekomen enzovoort. Heel bijzonder. En in dat boek staan nog een paar andere mensen die ook vertellen hoe ze hun leven is veranderd enzovoort. Dus een boek over een stukje van mijn voorgeslacht. Vind je niet wonderlijk dat ik nou precies gisteren dat bericht kreeg van mijn vader dat, ik wou net zeggen, zo is hard genoeg. Ja. En dat is toch mooi? Dat je net zo'n serie voorbereidt, het thema van vandaag, een God van generaties. En ik ben zelf natuurlijk gezegend. Ik ben hier, Jozua is hier, onze kleinkinderen zijn hier, onze dochter enzovoort. Dus wij zitten hier al met 3 generaties in de kerk. En vroeger kwamen de ouders van Mathilde, zijn inmiddels allebei overleden, en mijn ouders ook hier. Dus dat was helemaal, maar ze zijn te oud, mijn ouders leven nog, maar ze zijn te oud om hier nu te komen. Maar het was zo'n bemoediging om die generaties te zien. En als hier opa's en oma's zijn, ik wil je echt bemoedigen. Mijn ouders gingen nooit naar de kerk, maar mijn oma van mijn vaders kant, waar dus ook dat boek vandaan is, echt een lijn van christenen waar ik eigenlijk steeds meer nu achter kom en heel dankbaar voor ben. Maar mijn oma was echt een geestvervulde, wedergeboren vrouw en bad voor mij. Ze was 8, ik was 8 toen zij overleed, maar ik kan me naar haar nog goed herinneren. En ze vertelde altijd over schaapje van de Heer Jezus enzovoort. En het is zo belangrijk, opa's en oma's, voor je kleinkinderen, denk in generaties. Je kan zoveel betekenen om voor ze te bidden en de liefde van Jezus met ze te delen en tot ze te spreken met hoop. Dat is zo prachtig mooi. Ik ga even kijken naar het verhaal van Jacob in het kort. En we beginnen in Genesis 25. En de Heer zei tot haar, 2 volken zijn in uw schoot. En dat is Rebecca. En 2 naties zullen scheiden uit uw lichaam. Ze kreeg een tweeling. De ene natie zal sterker zijn dan de andere. De oudste zal de jongste dienbaar wezen. Daar gaan we natuurlijk vaker op terugkomen. De oudste zal de jongste dienbaar zijn. Normaal was dat natuurlijk andersom. En toen haar dagen vervuld werden dat ze baren zou, waren dan ook een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig, geheel als een harenmantel. Een stoere vent. En men gaf hem de naam Esau en daarna kwam de broer tevoorschijn. Wiens hand Esau heel vasthield en men noemde hem Jacob. En over Jacob kan je eigenlijk de letterlijke vertaling 2 dingen zeggen. Vasthouden, maar ook, zoals je misschien wel weet, bedrieger. Jacob de bedrieger. En we gaan kijken naar hoe dat ging in zijn leven. En hij heeft veel dingen fout gedaan. Hij stond bekend als bedrieger. Hij werd zelf een aantal keren zwaar bedrogen in zijn leven. Je mag wel zeggen een beetje een valse start. Maar de Heer spreekt over, ik ben de God van Abraham en Isaac en Jacob. Ondanks al zijn fouten, en het is een bemoediging voor jou en voor mij, ik weet niet hoe jouw start is geweest in het leven, thuis, dingen, met ouders enzovoort, en wat je allemaal uitgevreten hebt in je tienertijd, dat weet ik ook niet, wil ik ook niet weten. Valse start, maar er is overwinning in de naam van Jezus. En heel, heel kort is dat verhaal, hij bedroog zijn broer, hij bedroog zijn vader, hij werd zelf bedrogen. Ze waren heel verschillend, een tweeling, maar heel verschillend. Esau was stoer, hij was een man van het veld en jagen, maar hij jaagt dan op lekker vlees en dat geeft hij aan zijn vader. En Jacob was het een beetje, bijna een soort papkindje. Hij zat altijd in de tent bij zijn moeder, Rebecca. Heel andere types. En op een dag, dan gebeurt het. Dat verhaal wat je misschien wel kent. Dus Esau heeft gejaagd, is op het veld geweest. En Jacob heeft lekkere soep klaargemaakt.
En dan zegt Esau, geef mij van dat rode daar. Ik wil hebben, ik heb honger. Ik ga bijna dood van de honger. Ik wil hebben wat je daar in die pan hebt roeren. En Jacob ziet zijn kans schoon en die denkt, wacht eens eventjes. Dat eerstgeboorterecht, dat is natuurlijk wat door een als een rode draad door het leven van Jacob heen loopt. Maar Esau was de eerstgeborene. Dus dat eerstgeboorterecht dat was bij Esau. Omdat hij het eerstgeborene was. En je zag al bij de geboorte dat Jacob die hiel vast grijpt van Esau. Bijna alsof hij zegt, ik wil als eerste naar buiten. Dat begon al heel snel. En hier ziet hij zijn kans schoon en zegt, ik wil je wel die soep geven, maar geef mij dan eerst dat eerstgeboorterecht. En dan zegt Esau, ach, we gaan toch allemaal dood. We gaan dat later nog eens verder bekijken hoe dat precies ging. En wat maakt het allemaal uit? En hij geeft het eerstgeboorterecht aan zijn broer Jacob voor een potje soep. En daar gebeurde enorm veel daar. We gaan daar straks nog een beetje... Later krijgt natuurlijk Esau spijt. En je kent het verhaal misschien. Isaac de vader, die zegent Jacob dus. Jacob bedriegt de hele boel. Hij bekleedt zich alsof hij zijn broer is. Je kent het allemaal, hij bedriegt zijn vader. En zegt, geef mij de zegen van het eerstgeboorterecht. Nou, vader Isaac die zegent even. Later komt Esau binnen met een gerecht. En die zegt, wat heeft u nou gedaan? Oh, ik heb net de zegen weggegeven aan je broer. Wie ben jij dan? Vader Isaac was inmiddels blind en een beetje doof enzovoort. En daar was Jacob de bedrieger. Zijn carrière als bedrieger was begonnen. Nou, Esau kwaad. Nou, verhaal kort. Jacob moet op de vlucht, want Esau zegt, ik ga mijn broer vermoorden. Dat was gezellig daar, hè? Gezellig. Dus hij gaat op weg, gaat naar zijn oom Laban. En daar op weg, wonderlijk, want hij had dus net zijn broer bedrogen. Hoewel die broer natuurlijk eerder wel een keer gezegd had, hier is dat eerstgeboorterecht, zoek het er maar uit daarmee. En hij slaapt onderweg, legt zijn hoofd op een steen, onderweg op de reis naar zijn oom Laban. En hij krijgt dan die geweldige droom, wat die de Jacobsladder noemen we dat te zien. En de hemel open enzovoort, gaan we straks later ook nog een keer naar kijken. En waar hij dan zegt, dit is het huis van God, Bethel. Eerste plek in de Bijbel waar huis van God wordt genoemd. En God zegent hem daar enorm. Want de zegen die gegeven is op zijn leven is een feit. Ook al heeft hij daar een beetje op wonderlijke wijze is daar aangekomen. Maar hij dan gaat hij naar zijn oom Laban en dan ziet hij een prachtig meisje daar, Rachel. En dan denkt hij, daar wil ik mee trouwen, de dochter. En dan werkt hij daar 7 jaar voor. Misschien ken je het verhaal, maar om even de grote lijn. En na 7 jaar, dit is wat, dan ben je wel verliefd op iemand, hè, 7 jaar. En dan gaan ze trouwen en de volgende ochtend blijkt, na de huwelijksnacht, het is niet Rachel, maar haar zus. Hij wordt bedroogd, de bedrieger bedrogen. En dan werkt hij nog 7 jaar. 14 jaar, moet toch wel een bijzondere dame zijn geweest. 14 jaar heeft hij voor, nog 7 jaar en dan trouwt hij ook met haar. En zo is het een beetje lang. Daarna gaat hij dan toch weer terug naar zijn vaderland en dan komt Esau hem tegemoet. En je kent dat verhaal misschien ook. Maar dan gebeurt er een heel wonderlijk iets waar Esau hem vergeeft. En waar die broers weer tot verzoening komen. Nog 1 keer wordt de bedrieger ook weer zelf bedrogen later door zijn eigen zonen. Dat gaat het verhaal van Jozef in de put enzovoort. Weet je wel? En dat een wild dier heeft hem verslonden. Dat was een leugen. Nog 1 keer. En toch. Dus er zitten nogal wat van die bedriegmomenten. Wat hij zelf deed en wat hij ontving. En toch zegt God, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Omdat ik een zegen heb verbonden. En mijn zegen is zonder voorwaarden. Ik heb het gesproken en dat geldt ook voor jou en mij. We zijn gezegend. Sommige Bijbels zeggen met allerlei. Sommige Bijbels zeggen met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Wonderlijk dat dan toch doorgaat. Nou, die zegen was niet zo een beetje, nou ja, joh, veel geluk verder, hè, wees gezegend. Dat was veel meer dan dat. Als die vader de zegen uitsprak over de eerstgeborene, dan kreeg je een groot deel van de erfenis. En Isaac was erg rijk, dus hij kreeg heel veel van de erfenis. Maar niet te vergeten natuurlijk ook de zegen van Abraham. Ik zal je zegen tot een groot volk maken. En die zegen ging op Isaac door
En dan ging Isaac die zegen doorgeven aan de eerstgeborene. Dus die zegen die hij gaf aan Jacob was een enorme zegen. Dat was veel van zijn vermogen en de belofte van God zelf die over de generaties nu bij Jacob terecht kwam. Dat was niet nou joh, vaarwel, good luck, laten we appen. Nee, dat was wel iets meer dan dat. En wat zo wonderlijk is, is dat Jacob op de een of andere manier, en dat pleit voor hem, dat hij die zegen wilde hebben. Het was een vent met een paar grote fouten. En die de boel af en toe behoorlijk belazerde. En belazerd werd, saai en oosten. Maar één ding pleit voor hem. Hij wilde de zegen van God op zijn leven. En als ik aan het voorbereiden ben, dan denk ik, hoe kan dat nou samen gaan? Je moet heilig zijn, ja, toch geen zonde meer. Gewoon, weet je wel, perfect huwelijk. Kindjes allemaal in de kerk en zo. En dan kan de Heer je gaan zegenen, toch? Nee. Want dan ligt het aan mij. Dat is goede werken. Als je zo gaat denken, dan ga je jezelf oplopen poetsen. Dat is religie. En weet je wat Jezus zegt? Erel, schijn maar uit, joh. Het wordt nooit wat met jou, met die religie. Geef dat hele spul nou maar aan mij. En van binnenuit ga ik je veranderen. De zegen is op je leven omdat Jezus voor je gestorven is. En omdat God de Vader van je houdt. En niet omdat jij je zo goed gedraagt in de kerk. Want dat doe je niet altijd. Oh, dat mag ik niet zeggen als voorganger. Doe ik ook niet altijd. Wist je dat? Ik gedraag me ook niet altijd perfect in de kerk. Buiten de kerk ook niet, vraag maar aan Mathilde. Even. Die is er vandaag niet, lekker makkelijk. Want je kan Jozef pijlen, hoe was dat nou? En dan gaat Jozef, ik ga er een keer een boek over schrijven, zegt hij dan of zoiets. Oké, dus, een paar punten. Hij is de God van generaties, dat hebben we net gezien. En we gaan er een tekst over lezen. Genesis 35, vers 9. En God verscheen opnieuw aan Jacob bij zijn komst bij Paddan Aram en zegende hem. En God zei tot hem, je heet Jacob, je zal niet meer Jacob heten, maar Israël. Wij waren in Israël een paar weken geleden. En die voorganger in Asdod, die we ook ondersteunen, die heet Israël. Dus ik vroeg aan hem, oké, als er iemand is die weet wat Israël nou betekent, dan ben jij het wel. En toen zei hij, dat is nog niet zo makkelijk. Het kan echt twee dingen betekenen. Het kan ook betekenen strijder voor God. Het kan betekenen strijder tegen God. En het kan zijn dat God voor je strijdt. Hij zei, het klinkt gek, maar het is niet. En zelfs zijn vrouw in de auto ging nog eens googlen. Ik zei, dat is jouw voornaam, dat weet je langs wel. Hij zei, ja, ik probeer het uit te leggen. Het is. Maar de meeste vertalingen zullen zeggen prins met God of strijder met God. En dan zegt de Heer, ik ben God, de Almachtige, wees vruchtbaar, word talrijk, jouw volk, menigte van volken zal uit je ontstaan, koningen zal je lendende voortkomen. In dit land, de komende generaties, dat ik Abraham en Isaac heb gegeven, zal ik u geven, dat is generatie 3, en uw nageslacht, dat is generatie 4, zal dit land beërven. Ik hoop, vaders en moeders, dat je bidt voor je kinderen. Niet alleen dat ze een geweldige carrière, een huisje, boompje, beestje, gelukkig mogen wezen, whatever that may be in deze wereld. Maar dat je bidt dat ze de wonderen van de Heer zullen najagen. De zegen van de Heer zullen najagen. Dat er een beloofd land is voor jou en voor je kinderen. En dat jij iets mag betekenen en dan gaat de generatie door op je kinderen. En ze zullen verder gaan en hoger gaan dan dat jij ooit bent geweest. Ik zie uit naar het moment, dat klinkt misschien gek, maar dat sommige mensen gaan zeggen, u preekt leuk hoor, ik vind best leuk, maar als ik Jozef wou hoor, dan dat doet wat hè, hier, dan raakt het mij. Ik ben me al mentaal aan het voorbereiden op die dag. Misschien is die dag wel gekomen, wie weet. Sommigen hier denken, dat zit ik al lang, oké. Ik had alleen nooit durven zeggen, spaar je de e-mail. Maar je wil dat ze verder gaan en meer bereiken, dat beloofde land. Meer mensen voor Jezus. Meer invloed, meer grotere kerken, meer christenen, meer opwekking in Nederland. Meer mensen die zeggen, nee, zonder Jezus was ik... En nu, dankzij de kerk of dankzij iemand hier, omdat je me meegenomen hebt naar zo'n vrouwenavond of wat dan ook. Ik heb Jezus leren kennen en oh, wat een verschil. Wat een verschil. Dat heeft alles te maken met de zegen die ook op ons rust. Ja toch? Die derde generatie van opa Abraham.
Hij wordt natuurlijk liefkozend vader Abraham genoemd. Dat was hij ook, hij is de vader in het geloof. Maar hij was hier al opa, derde generatie. Ik zal je tot een groot volk maken, Genesis 12 vers 2, de bekende tekst. En je zegenen en je naam groot maken, je zal je tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. Die zegen ging van Abraham naar Isaac naar Jacob en naar de volgende generaties. En dat is de reden dat Israël nog steeds bestaat. Deze zegen. Dat de Heer zegt, ik heb dat volk gezegend en die zegen gaat door. De zegen gaat door. Het is ook voor ons, je kan denken, ja dat is voor de Joden of Israëlieten of voor Abraham, leuk voor Jacob, maar ja, lang geleden. Galaten 3 vers 26. En ik was vroeger wel, Jozef weet dat wel, ik ben over die Genesis 12 vers 2 ben ik al heel lang. Het is een van mijn lijfteksten waar ik me aan vasthoud. Maar er was een keer een moment, ik zat toen nog een cassettebandje te luisteren, zo lang geleden. In de auto. En er sprak iemand hierover en die zei, die zegen is ook op de heidenen gekomen door het kruis van Jezus. En ik dacht, is dat echt waar? En hij noemde Galaten 3. En ik heb mijn auto aan de kant gezet en ik had een klein bijbeltje bij me. Nu doe je dat allemaal op je telefoon, maar toen had je nog een bijbeltje bij je. Tenminste, ja, dat is nog steeds goed, hè, oldschool bijbeltje meenemen. En ik sloeg het op. Als dat echt zo is, dan pak ik hem voor mijzelf. Dat de zegen van Abraham op mij is. Hier staat hij, Galaten 3 vers 26, voor het geval je nog niet had gelezen. Want wij zijn alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij alle die in Christus gedoopt zijn, heb je met Christus bekleed. Dat is mooi, hè? Over een tijdje hebben we weer doopdienst. Als je niet gedoopt bent, dat is een teken dat je je bekleedt met de Heer Jezus. Er is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of voor vrij, van de eilanden of Holland. Oh, daar staat er niet bij. Maar ze had erbij kunnen staan als ze de Bijbel nu geschreven hadden. Van mannelijk of vrouwelijk, gij alle zijt één in Christus. En die gij van Christus zijt, dan ben je zaad van Abraham en dan komt het. En naar de belofte erfgenaam. Zelfde zegen. Ben je er enthousiast over? Als je je connectgroep gaat beginnen, dan zeg je, Heer, die zegen. Mijn connectgroep wordt groot. Niet om mij, maar om mensen te helpen. En de zegen op mijn leven, die zegen van Abraham, die gaat mij helpen. Als je een tienerleider bent, als je, ik weet dat Ruben, ik heb groot respect voor Ruben. Ik weet niet waar die nou is, geen idee. He? Oh ja, ze hebben de tieners hier beneden. Dag tieners. Ja. En hij heeft zo gebeden voor die mijlpaal van 100 tieners op een tieneravond. En nu is hij daar. En dat heeft hem echt, hij heeft zoveel energie ingestopt en zoveel geloof. En zo prachtig mooi. En ik weet, Tabitha, ik heb enorm respect hoe zij community bouwt. De gezellige kant van de kerk, de relationele kant van de kerk, de met elkaar optrekken kant van de kerk. Het harte delen en zo. En hoe mooi is het, dat maakt mij blij als ze dan kan zeggen, we hebben exact op dit moment 100 connectgroepen. En daar is voor gebeden, daar is hard voor gewerkt. Heer, die zegen van Abraham, die wil ik nemen, die ligt ook op mijn leven. Weet je, toen je de Heer Jezus aannam in je leven, toen kwam er een ander DNA in jou en in mij. Weet je dat? Je DNA, je geestelijke DNA is veranderd. Want je zit ineens in die, daarom is het zo belangrijk, de God van generaties. Het gaat niet over je kindjes, je kleinkindjes alleen. Het gaat over jou en over het DNA van jouw voorgeslacht. Waar Abraham zit, waar Isaac en Jacob zitten, waar de zegen van de Heer zit. In jou en in mijn voorgeslacht zit David, die de reus versloeg. Een enorme moed zit er in je bloedlijn. In je nageslacht zit Daniel, die bij de leeuwen zat. En niet werd opgegeten, werd er niks aangedaan in de put en van de leeuwenkuil. En waar een enorme bescherming, er zit in je voorgeslacht een enorme bescherming van de Heer. Zo kan ik een hele lijst noemen. Laat er eentje noemen voor de dames, Esther. Esther stond op voor haar volk en ze riskeerde haar leven toen ze sprak tot de koning. Maar er was een enorm wonder wat daar gebeurde. Er is een gewilligheid in ons DNA om offers te brengen, om te staan waar we voor geloven. Al kosten we mijn reputatie, dat zal in Nederland niet zo gauw je kop kosten. Maar misschien je reputatie, misschien een paar vrienden, misschien een paar. Ik ben een paar mensen kwijtgeraakt, geloof het of niet, omdat ik één ding steeds zeg. We zijn er als kerk om andere mensen te helpen.
En sommigen lopen weg en boos een e-mail en trekken anderen mee. Ik blijf staan waar ik voor geloof. De kerk is niet voor zichzelf. Wij gaan geen kerkje bouwen met z'n vier muurtjes om ons heen en een liedje zingen. Halleluja, God is goed. We gaan iets proberen te betekenen voor andere mensen. En misschien, sommigen zullen je fanatiek vinden of raar, of zit jij nog steeds in die kerk. Anderen gaan tot Jezus komen. Daar doe je het voor. Ik ben zo ergens heel blij dat ik bijna 3 jaar bij KPN heb gezeten. Ik weet wat het is op de werkvloer en te proberen te praten over je geloof. En wat voor reacties dat kan geven. Maar Esther zit in onze bloedlijn. Een enorme moed om offers te brengen. Oké, dus Jacob die droomde. Jacob droomde aan de keukentafel. Dat is eigenlijk heel saai. Wat zocht die jongen daar toch elke dag met zijn moeder aan de keukentafel? Dus hij viel in slaap, denk je niet? Aan de keukentafel. Hij droomde. Later was hij op weg naar Laban en hij gaf hem een droom. Als je aan het dromen bent, dat hoop ik, droom de droom van God. Niet je eigen droom, maar de droom van de Heer. En dan weet ik ook één ding in ieder geval. Als je wil dat er iets gaat gebeuren, moet je wakker worden. Er zijn echt mensen die zijn al jaren aan het dromen. Er zijn serieus mensen die zijn 10 jaar, 20 jaar aan het dromen over de opwekking in Nederland. Maar dan zal je toch wakker moeten worden. En iets gaan doen. Denk je niet? Enfin, dat is een ander onderwerp. Anyway, nummer 2, Jacob heb ik lief gehad. Lieve mensen, dit staat in de Bijbel. Dit is echt, komt even binnen. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Het staat in Romeinen 9, vers 13. Zet maar op het scherm, Romeinen 9, vers 13. Dat is wat God zegt. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. En je denkt bij jezelf, hoe kan dat nou? Wat een stevige. God houdt van iedereen. Dan wordt natuurlijk uitgelegd in dat hele stuk, ook in Hebreeën wordt dat uitgelegd, wat het punt was. God kan het niet uitstaan, mag ik het in gewoon mijn eigen woorden zeggen. Als je de zegeningen die hij allemaal wil geven en met een dure prijs aan het kruis heeft betaald voor jou en mij. Als je daar gewoon absoluut ongeïnteresseerd voor een kopje soep weggeeft, het zal allemaal wel, we gaan allemaal dood. Sela, sela, hoe ging dat liedje ook weer? Ja, geef hem eens even een microfoon. Erik weet precies wat ik bedoel. Erik gaat zingen, let op. Dat is geen grapje, ik wil een microfoon. Want dan onthouden jullie de preek beter. Dat is altijd leuk, even een spontaan momentje. Geef even een microfoon, Erik, die weet precies hoe het liedje... Erik, je bent een held, jongen, je bent een held. Ik ben een beetje verkouden. Oh, dat geeft niet. We hebben genade. Kesera, sera, whatever will be, will be. The future, not ours to see. Kesera, sera. Ja, die. Ja, maar die zingen we dus niet. Oké? Ik weet niet of Laurens hier zit. Laurens, als je meekijkt, die zingen we niet in CLC. Behalve Erik dan. Dat is allemaal een beetje eigenlijk. Een beetje Jacob-idee, vind je niet? Hij doet soms rare dingen, maar hij wil de zegen van de Heer en dat pleit voor hem. Anyways, terug naar Romeinen 9. De Heer wil dat je blij bent, dat je dankbaar bent. Dat je zegt, ik wil die zegen hebben. Ik heb nog 100.000 fouten. Als ik ga zitten te wachten tot ik heilig ben, lieve kerk. Als jullie gaan zitten te wachten tot je voorganger heilig wordt verklaard. Heb je ook ontdekt, dat is meestal lang na je dood, hè? Als dat een keertje gebeurt. Dan ga daar niet op zitten wachten. Ga niet zitten wachten tot jij het gevoel hebt dat jij heilig genoeg bent voor de zegen. Je bent goed genoeg voor de zegen, omdat je bent in Jezus gerechtvaardigd. Dat is het goede nieuws. Dus Esau was zo makkelijk, zo onverschillig. En de Heer zegt, als je je zegen niet serieus neemt, als je niet wil leven in het volle leven dat God voor je heeft, dan vindt hij dat niet leuk. Beter een beetje fouten erbij, maar wel honger naar de Heer. Dan iemand die zegt, het zal me wel, ik kom al een paar jaar hier, ik heb al wat meegemaakt, ik heb al een paar kerken gezien, het zal me wel, de ridderclub, die schijnt enthousiast te zijn, maar voor de rest, ik weet allemaal niet wat ik daar, ik loop wat langer mee. Hij komt er nog wel achter. Die houding haat God. Wat doe ik om te zeggen, Heer, ik ontvang die zegen. Ik wil daarin, want ik ben u zo dankbaar. Ik wil een verschil maken. God wil een verschil maken met jou, met mij, met iedereen. De grootste fout die Esau maakte in zijn leven was, het kon hem niet schelen. We gaan later in de serie nog een keer kijken, precies dat moment hoe dat ging. Maar hij zei eigenlijk, joh, hier is die soep, zoek maar uit.
God heeft nooit en dat verhaal waarschuwt ons enorm. God heeft nooit een makkelijk reisje beloofd. Lekker chillen, lekker kalpjes aan. Sommige mensen denken dat dat zegen is. Nou, lees je Bijbel, lees alle apostelen, lees het leven van Jezus, lees het leven van de profeten. Die wel wandelden echt in de zegen, maar geen kalme reis, wel een behouden thuiskomst. Ik moet dat steeds ook tegen mezelf zeggen, de Heer is bij je. God geeft nooit op, er zijn momenten dat wij willen opgeven, dat wij ontmoedigd raken, dat we denken, ah, en dan staat God naast je. En zegt, kom op, Eerd. Kom op, geef me je hand en we gaan samen door, we gaan samen verder. Hij roept je en hij bemoedigt ons steeds opnieuw. Nummer 3, Stay. Ken je dat liedje op de radio, dat heet ook Stay. Dat gaan we niet zingen, nee. Blijf niet aan de gang, Erik zit weer rechtop. Nee, Erik, je hebt je beurt gehad. Ken je dat liedje? Het zit goed in elkaar over een meisje die tegen de jongen zingt, blijf. Maar het staat in de Bijbel, niet dat liedje, maar dit principe. Genesis 26, vers 1. Er kwam een hongersnood in het land. Behalve de eerste hongersnood die er geweest was in de dagen van Abraham. En Isaac, we gaan even naar de vader, Isaac. Ging naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen hem de Heer en zei, trek niet naar Egypte. Woon in het land dat ik u zeggen zal. Vertoef in dit land als een vreemdeling, dan zal ik bij u zijn en u zegenen. God heeft een plan met je leven hier en nu. Hier en nu. We gaan straks nog even kijken. Mensen denken, ja, als nou zus en als nou hier. Hij wilde weg. Oh Heer, er komt heel ellende aan. Ik ga ergens anders heen. En de Heer zegt, nee, je gaat nergens heen. Totdat ik wat zeg tegen je. Blijf hier. In die moeilijke situatie. In de hongersnood in dit geval. En ik zal je zegenen. Genesis 26, vers 18. Isaac groef de waterputten die men gegraven had in de dagen van zijn vader Abraham en de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgestopt. Hij groef ze weer op, noemde ze met dezelfde namen waarmee zijn vader had gegeven. Daarna groeven de knechten van Isaac in een dal en vonden een put met levend water. Water was natuurlijk erg belangrijk, vooral in de tijd van hongersnood, maar dat is altijd heel erg belangrijk. Toen wisten de herders van Gerar met de herders van, zij twisten met de herders van Isaac en zeiden, dit is van ons. Die herders, die andere herders van de vijand komen eraan dit is, en die zeiden, wij willen die put. En hij gaf hen de put, de naam Ezek, omdat zij met hem getwist hadden. Strijd betekent dat. Toen ze een andere put groeven, put nummer 2, twisten ze ook daarover, kwamen die vijanden weer, wij willen die put. Hij noemde die Sitna. Sitna betekent vijandschap. Ik ga zo naar een conclusie die mij raakt. Toen brak hij vandaar op groeven een andere put waarover ze niet twisten, en die noemde hij Rehoboth. En hij zei, nu heeft de Heer ons ruimte gemaakt, zodat we vruchtbaar kunnen zijn in het land. Dus het was een moeilijke omstandigheid. Hij wil weg, ergens anders heen. God zei, nee, blijf hier, ik ga je hier zegenen. Tegen sommigen, jou en mij, ik ga je nu zegenen, waar je nu bent. Niet straks een keertje, ooit, later, nu. En wat gebeurt er dan? Dan gaat hij putten graven en dan denk je, waar is nou die zegen? Put 1. Vijand neemt het over. Geen put meer. Strijd. Put 2. Dan denk je, oké, dan heb ik een nieuwe put graven. Vijand neemt het weer over. Dan kan je gaan nadenken, Heer, waar blijft de zegen? Toch? U had toch gezegd dat ik hier moest blijven? Ik graaf de ene put en de andere en elke keer wordt hij afgenomen door de vijand. Put nummer 3. De bron eigenlijk die zich groef. En dan geeft de Heer ruimte. Op de een of andere manier, de vijand die stopt ermee, laat ze gaan. En daar komt vrije ruimte, betekent dat letterlijk. Vrije ruimte. Mooi is dat, hè? Toch zit daar een principe in. Je vertrouwt in de Heer, op de Heer. Maar dat betekent niet dat er geen strijd zou zijn. Maar na de derde poging, soms na de eerste poging, na teleurstelling, denk je, laat maar. Wat is dit nou? Ik dacht dat God me zou zegenen. Misschien na de tweede poging. Oké, ik ga nog één keer proberen. Ik ga nog één keer op mijn connectgroep kijken. Ach, weer allemaal zeur, Pieter. Ik stop ermee. En de Heer zegt, nee, er komt een moment. Dan breekt het door, die zegen. En dan kom je in de vrije ruimte. Maar soms is het door de tunnel of conflict, heet dat. Soms gaat het door de strijd heen, maar wij sterk worden. Die Isaac, dat was dus de vader van Jacob, die was wel een bulldog, hè. Ging door. Put 1, put 2. Dat is niet even puntje graven. Dat is PTT, puntje graven. Tentje zetten, tukkie doen. Dat wist je, hè? Dat was PTT vroeger.
Nou, dat is al ver voor jullie tijd. Oké, dus... Nee, dat was hard werken. En bij de derde... Sorry, dat was even tussendoor. Bij de derde geeft God ruimte. Weet je, er zijn... Misschien denk je, oh, als ik nou een andere baan zou hebben. Als er is een... Dat is een volgende punt. Heb ik dat al? Nummer 4. Ik ga het samenvatten. Soms is het het als-dan geloof. Als God nou een betere baan, dan kan ik hem financieel. Als mijn huwelijk nou eens een keer lekker zou lopen, dan kan ik wat meer doen in de kerk. Als mijn kinderen nou toch niet zo vreselijk irritant elke dag waren, dan had ik energie om God te zoeken en mijn Bijbel te lezen. Als dan geloof. En als je zo denkt, dan kom je niet in de zegen. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, hij heeft zegen voor jou vandaag. De Heer Jezus sprak over de toekomst en over het heden. Hij zei, ik ben het brood des levens. Niet ik word een keertje. Ik ben je redder vandaag. Niet ik word je redder. Snap je? De Heer Jezus zag zulke mooie dingen, zei hij. Ik ben het licht van de wereld. Niet ik word het licht van de wereld. Natuurlijk is er een toekomst in hem als hij terugkomt. Maar ook vandaag wil hij je zegenen. Geloof je dat? Vandaag. Weet je, hier in Filippenzen 4, een les die ik ook aan het leren ben. Sluit ermee af. Niet dat ik dit zeg, dat zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd, en ik ben het aan het leren. Ik ben niet zo'n hele goede student eerlijk gezegd, maar ik ben het aan het leren. Met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Put 1 gegraven. Ging niet goed. Punt 2. Vijand overgenomen. Ik heb geleerd om met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is. Ik weet wat overvloed is. In elk opzicht, in alle dingen ben ik ingewijd. Ik weet het. Ik ken het. Ik ben er geweest. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen. Dat is een woord dat wij niet meer kennen. Ik draag. Ik kan alle dingen dragen. Ik kan het aan in hem die mij kracht geeft. En ik heb hier staan, I know, het is niet makkelijk die les. Die les is niet makkelijk. De laatste tekst, laten we even gaan staan alvast. Dan wil ik dat je die tekst hoort met geestelijke oren. Terwijl de muziek speelt, misschien doe je je ogen dicht. En wil ik deze tekst over je uitspreken. In 2 Korinthe 6, vers 2, nieuwe Bijbelvertaling. Luister het alsof de Heer, en het is zijn woord, hij spreekt tot je rechtstreeks. Alsof God rechtstreeks tot je wil spreken. Als Gods medearbeider sporen we u dan ook aan. Laat de goedheid die hij u bewijst niet te vergeef zijn. Zoals we Esau. Laat de goedheid die Jezus jou en mij bewijst niet te vergeef zijn. God zegt wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. En dan staat er dit bij. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van redding. Nu. Nu is de dag gekomen. En ik wil dat profetisch over je uitspreken. Waar je ook bent op die reis. Velen van ons herkennen ons in een valse start. We hebben een paar gekke fratsen uitgehaald en toch is daar Gods zegen. En we strekken ons daar naar uit. En de Heer zegt, nu is de tijd gekomen. Nu is de dag gekomen. De dag van redding. De dag dat God naar je luistert. De dag dat Hij nabij is, dichtbij je is. Heer, we bidden dat... Dat u ons omhoog tilt. En dat we ons weer... Zo laat zien en beseffen welke grote zegen op ons leven rust. Help ons, Heer, om nooit onverschillig te zijn als Esau. Met al onze fouten en tekortkomingen bij u te komen. We hebben juist die zegen zo nodig, omdat u ons van binnenuit wil veranderen. Maar ik wil u vragen, Heilige Geest, om ons aan te raken op dit moment. Waar we ook zijn. In uw vrijheid. U
geeft levend water, zoals daar die putten. U geeft levend water door de Heilige Geest. Vrijheid. Ruimte. Om zoon te zijn, dochter te zijn. U wacht niet op het perfect gedrag, maar u wacht op ons hart, op ons verlangen naar u. Ons uitstrekken naar uw zegen op ons leven. De beloftes die u ons geeft. Vandaag is de dag. Vandaag is de dag van redding. Vandaag is de dag. Nou, gewoon een minuutje stil zijn en ontvangen. En laat de Heilige Geest maar werken. We nodigen u uit, Heilige Geest, om ons op te tillen met hoop. Onze hoop is gericht niet op ons gedrag, wie wij zijn, maar op de zegen van God op ons leven. Dank u, Heer. Valse start in zijn of haar leven. Pijnlijke herinneringen. Maar ik bid voor genezing en herstel. Onze hoop ligt in de toekomst. Met u. U geeft ons vandaag nieuwe hoop. U geeft ons vandaag nieuwe toekomst. Ik wil echt tegen je zeggen, zoon, dochter van de Heer, het maakt niet uit hoe je start. Dit is hoe je finisht. Valse start. Toch gewonnen. Dat spreek ik uit over iedereen hier en iedereen die meekijkt. Dit zegt God tegen je. Valse start. Toch gewonnen. In Jezus' naam. Ontvang je dat? Zeg even, ja Heer, dat ontvang ik. Een beetje harder dan dit. Ja Heer, dat ontvang ik. Nee, we gaan de dienst zo afsluiten. Maar als jij nog niet echt bewust ooit ja hebt gezegd, hardop ja hebt gezegd tegen Jezus, dan is dit je moment.